Karim, opluchting, blijdschap? Wat was het in de kleedkamer? Nee, vooral blijdschap, ja. Ja, iedereen was natuurlijk blij met zo'n overwinning. Ik denk mooie doelpunten en een goede wedstrijd. En ja, ook Guus blijft, hè? Dat is ook lekker, toch? Ja, zeker weten. Dat ook. Dat is nog een tweede, ja, klopt. Hoe vond je dat jullie speelden? Ik denk heel goed. Ik denk veel kansen gecreëerd. Letterlijk kwam er bijna niet uit. Ja, mooie doelpunten. Dus goede overwinning. En het rood-witte deel van Oranje wordt steeds groter, hè? Vier man nu op het einde in het elftal. Ja, klopt, klopt. Nee, is ook mooi natuurlijk voor de club en voor onze spelers ook. Zegt dat iets? Ja, het zegt wel dat we gewoon goede spelers in ons team hebben, ook bij PSV. Dus dat het eindelijk bij PSV ook weer goed gaat, dat zie je meteen terug in Oranje dan, zeg maar. Ja, denk het wel. Tot slot nog even wat anders. Twitterbericht van Leroy Ferre, veel racistische reacties erop. Hoe heb jij dat beleefd? Je stond ook op die foto. Ja, klopt. Nee, ik heb het ook gezien. En ja, wat moet ik zeggen? Ik bedoel, dat kunnen mensen zeggen. Ik vind niet dat het kan, maar ja, het is toch gebeurd. Schrok je ervan? Ja, eventjes, maar ja, daarna dan, is het wel weer gesust. PvdA heeft opgeroepen om een onderzoek, er zijn geen aangiftes gedaan, maar dat justitie erachteraan gaat. Wat vind je daarvan? Nee, ik denk dat het wel goed is, want wat daar is gezegd kan denk ik niet. Ja, dus dat is goed, denk ik. Aanpakken die gasten. Ja, aanpakken die gasten. Ik bedoel, het is een vrij land, maar ik denk niet dat je zo mensen mag beledigen. Dankjewel.